Middeleeuwse literatuurgeschiedenis. Het begin. In deze video leer je over het begin van de Nederlandse literatuur. We kijken naar het Middel-Nederlands, de Nederlandse taal in de middeleeuwen, hoe verhalen werden overgebracht en voor wie ze werden gemaakt, en naar de eerste Nederlandse zin. De middeleeuwen lopen van 500 tot 1500. In deze tijd was er nog niet één Nederland zoals we dat nu kennen. Er was geen nationale eenheid, maar de Nederlanden bestonden uit gewesten als Holland, Brabant, Vlaanderen en Gelderland. Ook was er geen eenheidstaal, maar werd er in elk gewest een eigen variant van het Middel-Nederlands gesproken, ook wel Diets genoemd. Bovendien was er nog geen standaard spelling. Zo kunnen we aan handschriften duidelijk zien uit welke regio ze komen. Middeleeuwse verhalen werden verteld en niet gelezen, omdat de gemiddelde persoon in de middeleeuwen niet kon lezen. Deze verhalen werden verteld door rondtrekkende troubadours en verhalenvertellers die van hof naar hof reisden om hun verhalen te vertellen. We kunnen aan de overgeleverde teksten goed zien dat deze verhalen ooit verteld werden en niet gelezen. Zo stonden de verhalen op rijm, want dan konden verhalenvertellers hun verhaal beter onthouden. Ook zijn er vaak woorden als luister goed of ik zal u vertellen in de tekst die duidelijk maken dat iemand het verhaal vertelde. Er waren in de middeleeuwen drie literaire milieus. De hoven met vorsten en ridders, het publiek in de stad en een geestelijk publiek geïnteresseerd in godsdienstige teksten. Verhalenvertellers vertelden vooral aan de hoven en in de steden. Het geestelijke publiek, vaak monniken, las zelf religieuze teksten en schreef deze over. De verhalen werden dus verteld, toch zijn er overgeleverde middeleeuwse teksten die we vandaag de dag kunnen bekijken. Dit komt doordat monniken, zogenoemde kopiisten, teksten overschreven. Ze begonnen met het overschrijven van Bijbelse teksten, maar later ook met verschillende Middel-Nederlandse teksten. Sommige van die teksten hebben de tand des tijds doorstaan en kunnen we nu nog bekijken. Van middeleeuwse handschriften weten we vaak niet wie de schrijver was, omdat dit in die tijd niet belangrijk was. Vaak weten we de naam van de opdrachtgever, de mecenas. Dit was bijvoorbeeld een hertog die opdracht gaf aan iemand om een literair werk te schrijven of te vertalen, uit bijvoorbeeld het Frans of Latijn. De schrijver was vooral een bewerker van een tekst. Zo zijn er veel verschillende varianten van dezelfde verhalen in verschillende talen. Het doel was dan ook niet om origineel te zijn. De schrijver had twee doelen met zijn verhaal. Het publiek moest er iets van leren en het publiek moest vermaakt worden. De eerste Middel-Nederlandse zin stamt waarschijnlijk uit het einde van de 11e eeuw of het begin van de 12e eeuw en luidt: Heban olla vogela, nestas hagunan hinase, hik anda toe, wat unbidan we nu? Wat te vertalen is als: alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op? Zo zie je maar weer dat het Nederlands door de jaren heen erg veranderd is. Wetenschappers hebben rondom deze zin een romantisch verhaal bedacht. De zin is waarschijnlijk geschreven door een verliefde monnik. Deze monnik was kopiist en schreef Latijnse teksten over. Hij moest zijn ganzenveer even uittesten en deed een pennenproef. Deze pennenproef was de eerste Nederlandse zin. Daarna ging hij verder met zijn Latijnse tekst. Zou hij verliefd zijn geweest? Iedereen om hem heen begint een gezinnetje, vogels en nesten. En nu wil hij ook een gezin met zijn geliefde? Maar dat kan niet, want een monnik heeft immers trouw gezworen aan God. Je hebt in deze video geleerd dat er niet één Middel-Nederlandse taal was en dat middeleeuwse verhalen verteld werden door troubadours die van hof naar hof reisden. Het publiek werd vermaakt en leerde iets van het verhaal en de eerste Nederlandse zin was een pennenproef van een verliefde monnik.